Goedendag. Ja, een grijze start van de dag vandaag. Regionaal hadden we te maken met dichte mist of nevel. En dan moest je toch echt even wat hoger opzoeken om die zon te kunnen vinden. Maar dat leverde dan wel gelijk in combinatie ook met die kerktoren prachtige plaatjes op. En deze periode van het jaar staat natuurlijk ook wel garant om die grijze dagen. En dan moet je het soms even wat dichter bij de grond gaan zoeken om de schoonheid van die natuur goed te kunnen zien. Ik kreeg deze foto ingestuurd van Roelie uit Hellendoorn. Toch echt wel een prachtige plaat vastgelegd. En heb je nou zelf ook mooie weerfoto's of natuurfoto's? Stuur ze dan vooral naar ons in, dat vinden we hartstikke leuk. En wie weet gebruiken we ze ook wel in onze weerpresentaties. Nou goed, en even naar het weer van de komende dagen. Nederland ligt in een soort niemandsland. Vaak veel bewolking, weinig wind, ook vochtige omstandigheden. Ook morgenochtend dan wel weer regionaal kans op mist of nevel. Toch gaat er uiteindelijk wel wat veranderen. We krijgen vanavond en vannacht te maken met een hoogte laag vanuit het zuiden. En die gaat over het oosten van Nederland trekken. Dan kan het even gaan regenen. Morgen overdag is dat ook nog het geval. In de loop van zaterdag wordt het dan uiteindelijk wat droger. Zondag starten we dan ook nog droog, maar in de loop van de dag begint de wind weer in kracht toe te nemen. Met daarbij ook kans op wat lichte regen. De regenhoeveelheden zijn absoluut niet groot, maar het is toch wel een beetje herfstachtig te noemen dan. In de nieuwe week krijgen we opnieuw te maken met een laag drukgebied. wat zich dan vormt ten zuidwesten van ons. En die gaat maandag overdag en in de nacht naar dinsdag overtrekken. En die kan regionaal dan ook weer flink wat neerslag gaan achterlaten. Vandaag over het algemeen wel een stuk droger en ook weer erg zacht voor de tijd van het jaar. Landinwaarts gaan we opnieuw naar 20 of lokaal zelfs 21 graden. Met daar ook de meeste ruimte voor de zon. In het midden en westen van het land daar is de bewolking toch echt wel wat hardnekkiger. Daar maxima van zo'n 17 of 18 graden. En in het noordwesten kan het zo nu en dan nog licht regenen. Met daar maxima van een graad of 17. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar die bewolking overheerst. Temperatuur die zakt naar zo'n 14 tot 16 graden. En in de loop van vrijdagavond nadert dus vanuit het zuiden dat hoogte laag, waardoor het daar al eventjes kan gaan regenen. En vannacht breidt die regen zich dan uit over de oostelijke helft van ons land. Kan er regen dan wel 5 tot 10 mm regenwater vallen. Lokaal misschien nog wel wat meer. En de minima zijn opnieuw hoog, zo tussen 11 en 14 graden. En bij dat alles staat er maar weinig wind, waardoor er lokaal toch ook wel weer wat nevel of mist kan gaan ontstaan. Morgen heeft met name het oosten nog steeds te maken met dat hoogte Daar dus veel bewolking en af en toe wat regen. Pas in de loop van de middag wordt het in het noordoosten ook droog met dan nog wat ruimte voor de zon. In het midden- en westen ziet er dat allemaal wat vriendelijker uit. Daar ook de hoogste temperaturen van zo'n 16 of 17 graden. En bij dat alles staat er dan een matige wind uit de zuidelijke richtingen. De zondag start dan dus nog droog. Dan de meeste zonneschijn voor de oostelijke helft van het land. Temperaturen zo rond 17 of 18 graden. Die wind neemt in de loop van de dag dus wel wat in kracht toe. Wordt matig boven land uit de zuidelijke richting en mogelijk zelfs vrij krachtig aan zee. En aan het einde van de zondag dan kan er met name in het zuidwesten dan wat lichte regen gaan vallen. Maar de regenveelheden zijn dus niet zo groot. Maandag volgt dus vanuit het zuidwesten dat lage drukgebied, waardoor het dan stevig kan gaan regenen. Met name maandagavond in de nacht naar dinsdag, dan maximaal van een graad of 15. In de loop van dinsdag wordt het wat droger en uiteindelijk vanaf woensdag begint hoge druk veel meer invloed uit te oefenen. De stroming gaat ook weer richting het zuiden draaien. En dan gaan we de zon dus ook veel vaker zien. De temperatuur blijft aangenaam en dan lijkt het dus wel even wat minder wisselvallig weer te gaan worden. Tot de volgende keer!